Ik hoef niet per se de prins te zijn die jou wakker kust, hoor. Dat, nee? Nee, doe maar niet. Hoi, daar zijn we weer met een nieuwe Roeg-vlog samen met Bertil. Hoi. Hey, waar is jouw schildersezel? Ik geloof dat ik het vergeten ben. Ja, of ben jij niet zo'n kunstenaar? Nou, ik mag in ieder geval graag naar kijken. Ja, Vincent van Gogh is hier geweest, hè? Ja. Ja. En dat was een goede kunstenaar en ik wist wel waar het mooi was. Dus ja. De reden om hem ook maar eens even hier te gaan kijken. Oh, dat was de reden. Ja, nou, heel slim. Want we hebben het over de Stroeten bij Zwelo. Ja. Ik ben hier nog nooit geweest, volgens mij. Nou, dat is een gebrek aan je opvoeding. Oh, nou, sorry. Nou, pa en ma, jullie horen het. Ja, het is gewoon een heel gaaf stukje landschap, zeg maar. Een heel klein, smal beekdalletje. Houtwalletjes eromheen, kleinschalig. Ja. Alles is nog gespaard gebleven, zeg maar. En hier zit er ook een mooi verhaal achter. Zeker. Iets met een burgemeester die dit gered heeft. Ja, er was een tijd dat het dorpje Zwelo nog een echte eigen burgemeester had. Ja. Dat was burgemeester Grebe. En die liep regelmatig door de Stroeten te wandelen. En die vond een perceeltje, een paar perceeltjes op een rij, waar een handjevol orchideeën in stond. Hij was ook bestuurslid van het Drentse landschap. Hij had wel twee petten op. Ja. Maar goed, dus dat hij is hield een stevig pleidooi voor het behoud van die orchideetjes. Ja. Dat is gebeurd. Mooi, hè? Eigenlijk. Ja. Ja. Wij gaan dit vandaag eens even ontdekken met jou. Lijkt me goed. Oké. Okay. Zeg, Vincent van Gogh was lyrisch over de kleuren hier, Edwin. Ja. Nu is de vraag, ben jij dat ook? Ja, het is even zoeken, hè? Want hij had natuurlijk veel tinten groen. En nou, maar, dat zien we hier wel, tinten groen. Zeker. Maar er zijn natuurlijk meer kleuren in het spectrum dan alleen groen. Zeker waar. Dus dan gaan we daar op zoek. En, nou, viel mijn oog toevallig op een trilzwam. Dat heb ik ooit geleerd van Evert. Misschien wel even leuk om te laten zien voor de kijkers. Ja. Dat groeit hierop, op dit takje. En die is dan weer geel, oranje. Oranje is dit, ja. Zeker. Dus dat is... Mooi, hè? Het zal wel weer aardig... Maar trilt hij ook? Ja, zeker. Kijk eens. Huh? Oh, wacht even. En ze zeggen, maar dat weet ik niet zeker natuurlijk, hoe kouder het wordt, hoe harder die trilt. Nou, Freek Vonk is er niks bij, mensen. Zeker. Goed gedaan. Ja, bedankt. Bertil, wij staan hier nu bij een graf op een graf. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja. Want... Er is hier iets dood gegaan. Wat is hier dood gegaan? Nou, het lijkt mij toch dat dit een ree is. Ja, was eigenlijk. Was. Wat zien we? Wij zien hier een anatomische les van... ja, doe eens. Hoe een ree in elkaar zat. Misschien kun je hem weer in elkaar puzzelen. Nou, hij is om te beginnen niet compleet, dus dat gaat niet lukken. Nee. Maar wat je hier bijvoorbeeld duidelijk ziet, dat zijn de ruggenwervels. Dit? Ja, kijk in de... Een beetje de pezen zitten er nog in, dus het beweegt ook nog. Oh ja. Zelfs nog een restantje reehaar. Ja. En dit is natuurlijk onderdeel van de poot. De ribben lijken me ook nog vrij compleet. Die liggen er ook nog wel verspreid. Hey, en wat ligt daar dan? Je zou haast denken dat het de kop is, hè? Ja. Kijk, maar dat is niet zo. Wat is dit dan? Dit is eigenlijk de achterkant, het bekken. En je ziet hier de kom waar de pootjes in gezeten hebben, zeg maar. Ja. Dus dat heeft ongeveer zo gezeten. En daar sluit dan op een gegeven moment die ruggenwervel op aan. Oh. Dus dit is dan, dit lijkt mij de achterkant. Ja, maar de kop is inderdaad weg. De kop is footsie. Dus jij hebt natuurlijk, als zo'n beest doodgaat, dan komen er allerlei beesten het opruimen en die gaan ermee vandoor. En die slepen dat weer ergens anders heen. Dus geen idee waar dat allemaal gebleven is. Of iemand heeft dat nu, dat kopje aan de muur hangen. Ja, ja, ja. Dan nu een stukje geschiedenis met Bertil Zoer. Van alle markten thuis. Nou, vertel. Nou, we staan hier natuurlijk gewoon prachtig bij een oud grafveld. Waar imposante vondsten gedaan zijn. Waaronder de prinses van Zwelo. De prinses van Zwelo was hier begraven. Dat is een heel voornaam vrouwengraf met heel veel grafgiften. Ja, en we staan hier dus bij een bord. Ja. En daar staat heel mooi op te zien. Kettingen. Ja, om haar middel had ze een ketting van de heel mooi bewerkte glazen kralen, 150 stuks. En om haar hals had ze een ketting van maar liefst 100
Barnstenen kraaltjes. Ja, dat was in die tijd natuurlijk iets heel bijzonders. Dus je zoveel barnsteen had. Dus het moet ongetwijfeld een hele belangrijke vrouw geweest zijn hier. Ja. Dus toen heeft ze de eretitel Prinses van Zwelo gekregen. Ik denk dan toch meteen aan Disney-prinsessen. Hoe heb jij dat? Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Er gaat voor mij echt een wereld aan musicaliteit door mijn hoofd op dit moment. En ik ken ze ook allemaal natuurlijk van Frozen en van Ariel. En maar ook Sneeuwwitje en zo. Dus ja, ik probeer me er ook een beetje een beeld bij te vormen welke prinses dit dan geweest is. Ja, misschien moet Disney daar eens iets voor gaan maken. Dat zou mooi zijn. De Princess of Swale. Ja, maar ik hoef niet per se de prins te zijn die jou wakker kust, hoor. Nee, doe maar niet. Nee. En we hadden het over Vincent van Gogh. Dit is zijn werk, hè? Ja, dat is een klein afbeeldingje. Ja, goed. Daar heb je ook gelijk in. Maar hij was lyrisch over de kleuren hier. Ja. Maar hij schilderde het toch vrij somber. Ja, maar mooi bruin is ook niet lelijk. Maar ik denk als je hem in het echt gaat bekijken dat hij toch nog wel wat kleurrijker is dan hier op het paneel staat. Nu doe je het niet meer? Nee, ik doe het niet meer. Net stak Bertel nog zijn hoofd hierachter. Maar wat mooi gedaan dit eigenlijk zo. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, Bertel, wij sluiten hier ook af bij dit mooie, prachtige kerkje van Zwelo. Mooi, hè? Je hebt daar ook een vraag over, hè? Ja. Eerst even het goede antwoord van vorige week. Lopen wij intussen even wat dichter naar die kerk toe. Ik hoop dat hij blijft staan, Kees, met deze storm. Ja, dat hoop ik ook. Ja, hij staat hier al zo lang. Jouw vraag ging over de jeneverbes. Ja. Wat was jouw vraag? Hoe oud is ongeveer deze jeneverbes? Ja, en hij is? Het antwoord is dat hij ongeveer door de kenners geschat is op 450 jaar. En wat rekenen we goed, Loes? Tussen de 440 en de 460? Ja, nou, ik dat vind heel veel al goed. Dat vinden we goed. Ja, nee, heel oud dus. Heel oud, ja. Ja, Bertil, wat is dan nu jouw vraag? Mijn vraag is, we staan hier bij het kerkje van Zwelo. Ja. En er zitten allemaal gaten in de muur. Waar dienen die voor? Nou, dat is nog best knap lastig. Lijkt me ook. Als open vraag. Succes. Als jij het weet, laat je antwoord hieronder achter in de reacties. Ja, en wees creatief, zou ik zeggen. Zeker. Toch? Had jij dit bedacht? Kunnen we allerlei verklaringen voor bedenken. Ja. Goed. Dat is mij goed. Volgende week hoor je waarom die gaten hier in de kerk zitten. Want dan vertel jij het. Ja. Tot volgende week. Doeg. Hoi.